Michel Souban van de Surinaamse moslimassociatie SMA wil dat het Idul Adha offerfeest afgeschaft wordt als nationale feestdag. Dit vraagt hij uit respect voor de gemeenschap en de gevoelens van de burgerij. Niet iedereen is namelijk ermee eens dat er dieren worden opgeofferd op deze dag. Uit respect voor deze gevoelens wil hij dat de regering een andere dag uitkiest als nationale vrije dag. Kijk, ik heb geleerd en mijn godsdienst leert mij om rekening te houden met de gevoelens van de medemens. En we moeten ieder mens respecteren en waarderen en accepteren. En al zijn we het niet eens met hun systeem, hun cultuur, hun geloof. We hebben een andere cultuur, een ander geloof. En wij willen erkend en gerespecteerd worden. Dan moet je eerst respect geven om respect te krijgen. Ik vind gewoonweg dat Idul Adha geen nationale vrije dag mocht zijn. Omdat er zoveel burgers in het land zijn die dat niet kunnen verwerken. En nu een nationale vrije dag, dan ben je als het ware gedwongen om feest te vieren. Ja. Tegen jouw gevoelens en tegen jouw geloofsopvatting. Dus als het aan mij lag, zou ik de regering vragen om deze vrije dag te vervangen met een andere, waarbij iedereen gewillig en blij mee kan doen. Ook zegt Souban dat het niet waar is dat het Idul Fitr en Idul Adha de twee belangrijkste feesten van de islam zijn. De vrijdag is belangrijker. De profeet Mohammed heeft duidelijk gezegd, ik heb de vrijdag voor jullie als een eeddag gemaakt, als een feestdag. Maar omdat de vrijdag 52 keer per jaar komt, wat te veel is, wordt weinig gewaardeerd. En Idul Fitr en Idul Adha zijn weinig, dus dan worden ze meer gewaardeerd. Dat is het. Maar de waarde van Idul Juma is de vrijdagse Eid. Die is veel meer dan deze Idul Adha en Idul Fitr. Maar de mensen zijn massaal op de been bij deze twee dagen. En, maar ik wil mijn Hindoe buurman, om het openlijk te zeggen, ik wil ze niet eens wijzen dat ik rundvlees heb. Michel Souban van de Surinaamse Moslimassociatie over het Idul Adha feest. Hij vindt dat dit feest afgeschaft moet worden als nationale feestdag.